Dit is de breedlip. De breedlip neushoorn. Er staat ook nog zoiets als de puntlip. Dit is de breedlip. Nou ja, ik teken natuurlijk. Ik heb een ezel bij me waar ik lekker op schets. Het is ook een stille tijd. De dierentuin is gesloten. Het is coronatijd. En hier doe ik het grote beeld. Dus ik schets het grote beeld en ik zie gewoon hoe zwaar zo'n dier is. Hij kan 3000, deze kan zomaar 3000 kilo wegen. Dus dat besef je niet als je alleen maar een foto bekijkt. En als je het dier in het echt ziet, dan denk je van oké, ik geloof het meteen dat deze 3000 kilo weegt. En ik voel me ook steeds minder bezwaard als ik nu op de weegschaal ga staan. Dus ook dat is positief. Nee hoor, geintje. Maar ik ga nou eens kijken of ik die grote snoet, die enorme hoorn. Twee, ik zie twee horens. De neushoorn heeft zich een paar keer gedraaid helaas, maar goed. Ik heb gelukkig ook foto's kunnen maken. En dat is ook wel het grappige met dieren. Want ze blijven niet altijd stilstaan. Net als kinderen, zeg maar. Die vliegen van hot naar. En ja, zo'n neushoorn die is wat logger. Maar terwijl die aan het foereren is, is die toch ook wel aan het draaien. En hij houdt ondertussen de vrouwen goed in de gaten. Maar dat is ook wel zijn charme natuurlijk, hè. Dus, maar ik heb dus echt heel veel ontdekkingen gedaan. Dus waar dat oog nou gepositioneerd zit, dat zit best wel laag in dat hoofd. En dan meer ter hoogte van die tweede neushoorn. Dus die kleinere, of neushoorn, die kleinere hoorn, zeg maar. En dan die andere hoorn, die grootste, die komt echt meer vanuit die net boven die lippen vandaan. Die breedlip, zeg maar. Dus ik heb ladingen informatie. Ik heb voldoende informatie gekregen. Heel apart, waar zitten de oren? Het is zo anders als dat ik me het voorstelde eigenlijk. Dus hier kan ik wat mee. Ik ga naar het atelier, ik ga hem uitwerken. Dus teken of kijk lekker mee. En dan gaan we dapper door. Terug op het atelier zijn we. En hier is die. Onze enorme bullenbak. Een enorm tank van een dier om te zien. Het zijn voornamelijk graseters. En wat ik even heb gedaan voor mezelf is op de referentiefoto. En dankjewel Burger Sue uiteraard voor deze prachtige foto's. Heb ik even een kruis gezet op het dier. Die foto, zeg maar, zodat ik eventjes een beetje goed idee krijg van hoe enorm die kop is en ook die horen zelf. En je ziet ook heel veel plooien van de huid en dat soort zaken. Dus ik heb datzelfde kruis even op het papier gezet om toch een beetje gevoel te krijgen waar alles nou zit. Want zo'n neushoorn is best wel een vreemd gevormd dier. En ze zijn ook heel gaaf om te zien hoor. Hier teken ik de rug in. En ik heb ook gekozen voor een compositie waarbij die neushoorn eigenlijk maar net op het papier lijkt te passen. En dat doe ik bewust, want dan lijkt hij nog enormer. En hij loopt als het ware de tekening in. Al grazend. En je ziet hier dus die enorme neushoor, of die horen, zullen we zeggen, op zijn neus. Het zijn er twee. Een kleinere en een grotere. En hier het oog. En het oog is dus echt enorm klein in verhouding tot de rest van het lichaam. Als je bijvoorbeeld zag bij de giraffen, die hebben best grote ogen. Die hebben ook een heel fijn hoofd in verhouding. Terwijl die neushoorn, die heeft echt een hele massieve kop met hele kleine oogjes daarin. Dus die zet ik er ook in. Je ziet ook dat ik veel hulp heb van dat kruis wat ik even gezet heb.
Dat oog zit namelijk onder het oor. En dat oor zit weer heel hoog boven op die schedel. Dus ja, het is echt een massieve tank om te zien. Verder is natuurlijk de opdracht om het dier zo goed mogelijk in de echte omgeving te tekenen. Dus nou, in Burgers Zoo hebben ze een enorme vlakte ter beschikking. Super gaaf. Dus ik hoef daar maar ietsje bij voor te stellen dat hij dus op zo'n weidse vlakte loopt. En als ik dan de schets zo'n beetje heb staan zoals ik hem bedoeld heb, qua compositie en zo, dan kan ik dus gaan beginnen met een beetje het inzetten van de schaduwen, dus de donkerste delen. En die hele opzet doe ik gewoon met een simpel houtskoolpotloodje. Het is een heel grijzig dier, dus dat kan makkelijk met een houtskoolpotloodje. Maar je kan ook kiezen voor een grijs pastelpotlood of misschien wil je hem helemaal in grafiet maken. Dat kan ook. En ja, verder zie je ook wel dat die huid een beetje ja, geribbeld als het ware is. Dus er zit best wel structuur in de huid. Dus hier en daar teken ik die structuur er ook een beetje in om uitdrukking te geven aan die, ja, rimpelige huid. Het is niet overal rimpelig, hier op het voorhoofd bijvoorbeeld weer niet. Maar rond zijn oren kun je wel weer van die huidplooien ontdekken. En dat maakt hem natuurlijk ook heel interessant om te zien. Dat geeft hem ook dat tank uiterlijk. Dus die een beetje, ja, het is natuurlijk geen geschubde huid. Maar die huid lijkt in plooien te vallen die een beetje schubberig aandoen. En nou, hier op zijn rechter voorpoot, daar valt best schaduw. Het licht komt dus van bovenaf. Van boven. En dus op die poten, daar vallen best wel schaduwstukken in. En dan kun je ook mooi die dikke plooien zien boven die voorpoten. Nou, zoals ik al zei, de neushoorn is een graseter. En ze kunnen echt heel zwaar worden. Die ik in Burgers Zoo zag, die was maar liefst 3000 kilo. Dus ja, dat kun je je haast niet voorstellen. Maar omdat het zo'n ontzettend massief dier is, ja, zijn ze ook daarbij, behalve heel groot, zijn ze ook heel compact. Dus door hun tankerige lichaam krijgen ze natuurlijk ook zo'n hoog gewicht. Zo'n zwaar gewicht. Terwijl een giraf die veel langer is dan een neushoorn, die weegt tot zo'n 1600 kilo bijvoorbeeld. Ook veel hoor. Maar ja, de neushoorn die wint met vlag en wimpel qua gewicht. Nou, verder rond die ogen. Daar zitten ook heel veel plooien. En door die plooien lijkt dat oog gelijk wat groter. Maar de oogbal zelf is dus hartstikke piepklein. En hier maak ik de spatieruimtes tussen de pootjes even wit. Zodat ik weet dat daar het landschap straks doorheen moet schijnen. Dus dat is even een reminder voor mijzelf. Nou, hier dus die enorme horen. De onderste is dus het grootste bij deze. En die bovenste, dus die horen daarboven, die zit tussen de ogen in en die is aanzienlijk kleiner. Ook hier valt dus schaduw aan de onderkant van de horen, omdat het licht van bovenaf komt. Dus het is een beetje zo midden op de dag hier. En dat weet ik omdat de zon dus redelijk hoog staat in dit geval. Dus die snoet, die valt ook in de schaduw. En ja, zo'n massaal dier moet natuurlijk enorm veel eten elke dag. Kilo's en kilo's, dus het grootste gedeelte van de dag zitten ze met de snuit te grazen tussen het gras. Nou, ik teken wat heel klein beetje perspectivische lijnen in het landschap. Dat geeft ook, ja, zeg maar, dat geeft die aandacht, die gaat dan een beetje meer naar die neushoorn toe. En ik wil de gestrektheid
laten zien van dat landschap. En waar die enorme neushoorn dan overheen banjert. Als ik dan blij ben met mijn schets, dan wrijf ik die houtskoolpigmenten goed het papier in. Ik werk op het Strathmore houtskoolpapier. En ik heb gekozen voor de grijze tint. En de neushoorn is ook al grijs van zichzelf natuurlijk. Dus dan is grijs een hele makkelijke optie om te kiezen. En een blauwe lucht is al snel te verwezenlijken. Ik gebruik de pastelpotloden in dit geval weer. En die zijn natuurlijk hartstikke mooi om kleur aan te gaan brengen in je tekening. Pastel is ook heel makkelijk te mengen met elkaar. En die grote vlakken doe ik gewoon met de vinger even invrijven. Kan ook met een sponsje of met een doekje, wat je maar wil. En dan hier helemaal achteraan, daar zie je dus het eerste vlak in dat landschap. Dat vlak is het verste weg. En ik zet er ook een beetje blauwig doorheen, zodat het ver weg lijkt. En naarmate dat landschap dan meer en meer naar voren komt, dan kan ik er wat meer kleur in aan gaan brengen. Dus ik gebruik wat lichte oker en wat donkerder oker. En dit is dus dat verste stuk land. En hier werk ik dus meer en meer naar voren toe. En hij loopt natuurlijk niet in een Hollandse grazige weide. In dit geval. Hij loopt een beetje, een beetje steppenachtig gebied. Zo stel ik me dat voor. En daar groeit wel wat groenig gras. Maar er staat ook wat dor gras tussendoor. En ik vond het toch ook wel heel leuk om iets van boompjes erbij in te zetten. Dus dat breekt een beetje. Maar je ziet dus wel nu al van, die neushoorn, die neemt zo'n beetje de helft van de hele tekening in. En dat is ook echt de opzet. Dus dat hij echt zo half dat beeld vullend, zo als een tank, door dat landschap heen loopt te grazen. Dat is mijn opzet. Dus ik heb allerlei grasjes. Je ziet ook dat de grasjes dicht bij het beeld, dat die groter zijn. En naarmate dat dan verder en verder weg is, laat ik die grasjes steeds kleiner en kleiner worden. Terwijl ze vooraan dus best wel wat detail mogen hebben. En ik vind het leuk om een beetje aan te geven van, het is niet alleen een neushoorn, maar ook dus zijn leefgebied. Waar leeft hij van? Nou, voornamelijk van grasjes. Dus dat pak ik dan mee in die hele tekening. De neushoorn en zijn omgeving. Een paar grasjes doe ik zo een beetje in bloei zetten, zo half-half. Geeft altijd een heel leuk effect. Lekker dichtbij lijkt het dan te zijn. En als ik dan tevreden ben met dat stuk lucht en dat stuk landschap daarbij, dan kan ik dus verder met de neushoorn. Ik werk ook bewust een beetje van links naar rechts. Het voordeel daarvan is dat je niet de hele tijd veel met je hand in je tekening zit. Dus zodoende werk ik graag een beetje van boven naar beneden en van links naar rechts. Dus ik kan me voorstellen, als je linkshandig bent, dat je eerst de neushoorn intekent en inkleurt. En dan pas de linkerhelft, of je spiegelt het beeld, dat kan ook. Dus dat is meer tekentechnisch een handigheidje. Voor de kleuren van de neushoorn zelf kies ik dus verschillende soorten grijs. En hier zie je dus dat landschapje net achter hem vandaan komen. Ook deels tussen zijn grote poten door.
En omdat ik dus de eerste schets, daar heb ik lekker de tijd voor genomen. En die heb ik lekker met een houtskoolpotlood alvast ingezet. Dan kan ik dus heel snel mijn eigen plan die ik geschetst heb volgen. En dan de weinige kleur die die neushoorn heeft, die kan ik nu in gaan geven. Dit is bijvoorbeeld een wat lichter grijs. Die gebruik ik bijvoorbeeld dus onder andere voor de bovenkanten van die hoorns. En logisch dat dat dan ook lichtgrijs is, want het licht komt van boven, terwijl de onderkant van die hoorn dus met dat donkere grijs gedaan is. Hier aan de zijkant zie je net nog een beetje licht. Zo. En ja, die hoorn die probeer ik dus een beetje lekker 3D te laten zijn. En hier zie je op die plooi, daar zie je wel net wat licht opkomen. Nou, verder zie ik ook een beetje, ja, ik noem het altijd maar altroze. Dus dat is van dat donkere, een beetje naar de bruinachtige kant roze tint. En die zet ik dus even net zo over die hele neushoorn heen. Zodat die niet alleen maar grijs-grijs is, maar dat er ook nog een beetje een gevoel van vleeskleur in zit. Ook zie ik een heel klein beetje blauw. En die horens, dat zijn allemaal verkleefde haren. En die zijn natuurlijk bikkelhard, die zijn keihard. En vandaar een beetje een blauwige tint. En hier verder dus donkergrijs, heel donkergrijs gebruik ik voor de allerdonkerste schaduwen. Onder andere ook dus onder die horen. Die laagste hoorn. En die snuit die zit natuurlijk tegen de grond aangedrukt. Daarmee is die gras aan het afplukken, zeg maar. Dus daar gebruik ik ook dat hele donkere grijs. Dus zodoende krijg ik een mooi contrast. Een mooi driedimensionaal gevoel. En hier nog wat grasjes eventjes. Een beetje op laten lichten. Daar schijnt dan net een beetje zonlicht op, zo stel ik me dat voor. Hier ook een beetje. Zo. Dus dan krijg je een mooi diepte-effect. Een mooie, beetje een atmosferische diepte. Of atmosferisch perspectief heet dat ook wel. En ik kan het ook niet laten om toch eventjes net boven die bomen een aantal van die vogels die daar op aan het landen zijn in te tekenen. Dus dan zie je dat grote logge beest, zeg maar, helemaal vooraan en dan in de verte van die hele fijne vogeltjes. Nou, daar is die. Onze neushoorn. Heel veel plezier ermee. En op tekenclub.nl kun je ook de hele real-time tutorial zien. Dus check die ook eens. Bedankt voor het kijken en groetjes van Lieneke.